Ja, dat doen we deze hele week hè, in de aanloop naar, de, naar die Europese verkiezingen. Dan hebben we een soort Europese estafette, zou je kunnen zeggen. Gisteren zat deze man op de kruk, Henry Bontebal, de leider van het CDA. Die had een vraag bedacht voor Pieter Omtzigt. Maar ja, die zijn gistermiddag af. Dus nu ja, zeg, kijk ik naar de twee NSC'ers. Nu moeten jullie maar oplossen. <laughs> Wij hebben als CDA gereageerd op het hoofdlijnenakkoord. We hebben benoemd wat we goed vinden, maar ook de punten die we... Die we anders hadden gezien. En voor ons is één punt wat echt uh, zwaar op de maag ligt, is het schrappen van de maatschappelijke diensttijd. Uh, wij vinden dat een heel waardevol project. Het is nou juist, juist een project waar we de samenleving echt sterk mee maken. Het gaat over 200 miljoen euro. Mijn vraag aan jou is eigenlijk heel simpel: ben je bereid om met oppositiepartijen samen te werken om die bezuiniging op de maatschappelijke diensttijd terug te draaien? Want we maken de samenleving er echt sterker mee. Nou, mevrouw van Vroonhoven, zegt u het maar. Nou ja, wij, um, wij zijn wat dat betreft een uh, we heten nieuw sociaal contract. De contract, dat zit er echt in dat we inderdaad ook die band met de samenleving willen hebben. Dus mm -hmm. zo'n maatschappelijke diensttijd of zo, dat vrijwilligerswerk of dat inzetten vanuit de samenleving is voor ons echt ontzettend belangrijk. Dat we denken ook echt vanuit die samenleving. Mm -hmm. uh, dus wat dat betreft staan wij ook voor, uh, uh, voor zo'n maatschappelijke diensttijd, op zo'n 10 jaar of zo. Hartstikke sympathie. Ik hoor hem maar. Ja, want is nu, we moesten natuurlijk wel, eh, anders dan het vorige kabinet... het kon 25 miljard... Eh, Uitgeven. Mm -hmm. Wij moeten 7 miljard bezuinigen. Uh, en uh, een van de bezuinigingen die op het lijstje komen te staan, is ook voor de maatschappelijke dienstplicht. Uh, en ja, natuurlijk doet dat pijn. Aan de andere kant, we hebben ook die verantwoordelijkheid om uh, budgetair op de nullijn te blijven. Mm -hmm. Daar houden we ontzettend ons strak aan. Daar zullen we ook uh, qua degelijkheid zullen we ons ook daarvoor blijven inzetten. Ja, en daar horen dit soort offers bij. Maar ik neem niet weg dat wij ook samen met het CDA hoop ik, ons kunnen blijven inzetten voor zo'n uh, zo maatschappelijke ja. dienstplicht. Toch weer een offer die u moet uh, opbrengen. Nou ja, ja dat, zo hoort dat als je verantwoordelijkheid neemt moet je ook bepaalde Goed. offers nemen.